En waarnemend directeur van het telecommunicatiebedrijf Mike Antonius en de voorzitter van de Surinaamse voetbalbond SVB John Krishnadat hebben vandaag een partnerschapsovereenkomst ondertekend. De activiteit vond plaats in Hotel Courtyard by Marriott. De partnerschapsovereenkomst die exclusieve en non-exclusieve rechten regelt voor Telesur en al zijn dochterondernemingen is voor 3 jaar aangegaan. Roy Naipal, coördinator technische zaken, en de SVB-bestuursleden Bijay Kumar Manku en Arnold Bilkerdijk waren onder andere getuigen bij de ondertekening. Antonius en Krishnadat plaatsten namelijk hun handtekening onder de overeenkomst. De waarnemend Telesur-directeur wees toen op het belang van partnerschappen vanuit een win-win perspectief voor het bedrijf en voor de ontwikkeling en ondersteuning van de meest beoefende tak van sport. Daarnaast is het zo dat we hieraan ook een bijdrage willen leveren voor de ontwikkeling van het Surinaams voetbal. En tenslotte, ja, we hebben een tv-station en ik denk dat het tv-station daarin ook een hele centrale rol in zal vervullen. Daarnaast hebben wij een heleboel plannen die we in de loop der tijd ook met elkaar zullen gaan delen als het gaat om de ontwikkeling van het voetbal. In ieder geval voor mij en ook voor de team Telesur een zeer heugelijk moment. Bedankt aan met name Ewald Jeffrey, die namens Telesur een trekkersrol hierin heeft gehad. Maar natuurlijk ook de rest van het team waarvan hij ondersteuning heeft gehad. En ook meneer Kastelen, waarvan ik weet dat hij een wezenlijke bijdrage geleverd heeft in het geheel. Heel, heel hartelijk bedankt. Krishnadat zegt dat de SVB de durf van Telesur waardeert om in deze tijd kracht te tonen. Telesur brengt ook hiermee corporate social responsibility in praktijk en spreekt vertrouwen uit in de rol en de potentie van het voetbal in Suriname, geeft hij aan. Contract, partnership agreement die wij met u hebben ondertekend, dat past in een stukje beleid dat de SVB op papier heeft gezet. Het is vervat in een strategisch plan dat we in 2013 hebben uitgezet, lopende tot 2017. En dat we onlangs hebben dus aangepast en binnenkort ook op de website geplaatst zal worden. Die oude is er nog een, op. Dat zal lopen tot 2020. Daarin staan dit soort zaken dus als een belangrijk iets aangegeven binnen het beleid van dus de SVB. Omdat hoe je draait of keert, als we het voetbal op een bepaalde manier in dit land gaan aanpakken, de voetbalsport tot een van onze grote werkgevers kan gaan behoren. En dat op een redelijk korte termijn. Al dus John Krishnadat, hij is de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond. De waarnemend directeur van telecommunicatie bedrijf Mike Antonius en SVB-voorzitter John Krishnadat hebben vandaag een partnerschapsovereenkomst ondertekend.